Tijdens de open dag bij Kozakke Boys in Werkendam is het volledig gerenoveerde kleedkamercomplex officieel geopend. Lintje is er doorgekeerd. Applaus, mensen. We zijn bij deze de kleedkamers officieel geopend. De nieuwe kleedkamers is eigenlijk een onderdeel van een compleet nieuw project. De verbouwing zeg maar, van ons hoofdgebouw. Het hoofdgebouw bij ons bestaat uit een tribune en onderliggende kleedkamers. En ja, we hebben gezien dat we de laatste jaren liepen tegen een aantal knelpunten op binnen de club. De club groeit, we krijgen meer jeugdleden, we krijgen meer meisjes- en damesleden. Dus we kwamen kleedruimtes tekort. Nou, daarnaast hadden we regelmatig plekken tekort op de tribune. En ook onze bestuurskamer en sponsorroom die worden eigenlijk en werden veel te klein. Dus met een aantal mensen om de tafel gezeten, nou, dan zeg ik het natuurlijk even in een notendop. Het is een lang traject geweest waarbij we uiteindelijk hebben gekozen voor een complete verbouwing van het hoofdgebouw. Maar de eerste fase zijn die kleedkamers. Beheerder Chris Admiraal laat trots het resultaat zien. Nou, dit is helemaal vernieuwd. De kleuren, rood-wit, nieuwe verlichting zit erin. Nou, de kleedkamers die zijn allemaal geplakt met de spelers. Dit is de speler die naar Groningen gegaan is, Mereram. Dit is een hele oude foto van twee jongens. Jan Korsman en Ger Klop. Hele mooie foto. Nou, hier lopen we zo naar buiten, kunnen we hier hangen. Nou, dit is mijn domein, beheerdersruimte. Daar wordt ook nog aangerommeld, wordt ook nog geverfd. Nou, hier de technisch directeur, Kees Paan. Oude foto. Nou, de kleedkamer van de A-selectie. Dit is helemaal mooi geworden, de commissiekamer. Kunnen ze vergaderen, van alles, een bakje koffie drinken met leiders en trainers. Dit is een nieuwe kleedkamer. Deze is helemaal klaar. Die is helemaal klaar. Die is in de clubkleuren, douche erbij. Die is echt prachtig geworden. Als we aan beheerder Chris Admiraal vragen wat hij de bijzonderste foto vindt, dan brengt hij ons naar een foto van oudspeler El Kayati. Deze foto. Die vind ik mooi. Ja, ik had met die jongen had ik wel iets. Was gewoon een geweldige jongen, daar rende iedereen toe. En nou voetbalt hij bij de Haag, hij kwam nog regelmatig kijken. Kom je als eerste altijd naar mij toe. En dat doen we toch wel, dat vind ik heel leuk. Ja. Gewoon een normale jongen. Dit wordt een heel nieuw gebouw. Nieuwe tribune. Nou, dat gaat er geweldig uitzien. Over 2 jaar maar alles klaar zijn.